200.000 leden, maar nog steeds de aspirantstatus. Veronica bleef overhoop liggen met CRM, die maar niet wilde erkennen dat we recht hadden op de C-status. Toch moest er worden verhuisd. De programma's werden bewerkelijker en het omroepblad steeds hoger in oplage. Als noodoplossing verhuisden de medewerkers van het radio- en televisiebedrijf naar de Groest in het hartje van Hilversum. Ook daar werden in luttele minuten geboren ideeën omgezet in programma's waaraan maanden werd gewerkt. Zoals bijvoorbeeld het themaprogramma Grand Prix. Toch moest Veronica opnieuw verhuizen, want de noodoplossing om vanuit twee gebouwen te werken gaf te veel problemen. Medewerkers van het omroepblad, ledenadministratie en radio- en televisiebedrijf kwamen elkaar weer tegen in een ander pand, waar met niet afnemend enthousiasme werd gewerkt aan de toekomst. Maar de dossiers met brieven van en naar CRM, de Omroepraad en de Raad van State stapelden zich op. Ik heb al veel meegemaakt in de strijd om Veronica te behouden. Maar de maat is langzamerhand wel vol. Wij, en met wij bedoel ik alle medewerkers en onze leden, willen nu eindelijk wel eens weten waar ze aan toe zijn. Veronica heeft daadwerkelijk bewezen een plaats in Hilversum waardig te zijn. Geef ons die plaats. Wat we te zien krijgen is focus, pruim, appel, druiven. Druiven. Dat is het Nederlandse woord. Focus, pruim, appel, druiven. Druiven. Ik ben zo. Hoe? Zo. Hoezo? Nee, zonder hoe. Zo. Oh. En wat vonden je ouders daarvan? Zo. Wat zei meneer Pastoor? Zo. Ben je nou pas zo? Nee, ik was sowieso al zo. Somber gesprek. Maar ergens was Leo wel blij dat hij homofiel was, want hij had tenminste iets. Hij kon zo een praatgroep in. Als je in dit land een probleem hebt, dan ben je iets. Als er nog mensen in de zaal zijn die niks hebben, laten ze gauw iets krijgen. Je hoeft niet allemaal homofiel te worden, maar je kunt ook iets anders leuks uitkiezen. Kijk, als je maar iets hebt. Een stroom van programma's ging voorbij alvorens er eindelijk een beslissing werd genomen. Veronica kreeg de zo fel begeerde C-status. Dus meer zendtijd op radio en televisie. En daarmee de kans om nog meer prestigeobjecten te brengen.